Uh-oh. Ongesteld en het podium op. Wat nu? Dit is Pak Je Podium TV. Hoi, ik ben Eva van Pak Je Podium en ik zal maar even bekennen, ik word ook wel eens ongesteld. Ja ja, ik ben ook maar gewoon een vrouw. Heb ik dit ooit hardop op een camera gezegd? Nee, natuurlijk niet. Dus ik moest ook echt wel even over een hommeltje om dit te zeggen. Sterker nog, 2 jaar geleden zag ik voor het eerst een filmpje van een menstruatiecoach. Toen klapte ik echt vol afgrijzen de laptop dicht dat ik dacht, oh my god, die is gek. Die is gek dat je het daar gewoon over hebt. Ie. Maar goed, de tijden veranderen en nu zit ik hier daar gewoon hardop over te praten. Maar ik was pas met vrouwen die ik zelf train om dagvoorzitter te worden. Oftewel, hoe word je een presentator van zakelijke evenementen? En met elkaar hadden we voor het eerst een heel openhartig gesprek over... ja, wat doe je eigenlijk als je ongesteld bent? Behalve geen witte jurk aandoen. Wat kan je nog meer doen? Want soms voel je je namelijk niet echt heel erg fit en wil je het liefst gewoon alleen maar... Milka-repen eten onder een dekentje en romantische romcoms kijken op Netflix. Maar dat kan dan niet, want je moet presteren. Je moet het podium op. Wat te doen? Ik vroeg hulp aan Arianne van den Berg, een van de schrijfsters van het nieuwe boek Wauw, ik word vrouw. En zij is menstruatiecoach en helpt vrouwen juist om te gaan met hun cyclus en daar juist hun kracht uit te halen. Dus hier komen 3 tips voor als jij ongesteld bent en het podium op moet. Tip 1. Laat je accu op. Dus in veel gevallen is het inderdaad zo dat het niet ideaal is om rond je ongesteldheid, je menstruatie, het podium op te gaan. Dus als je het kan voorkomen, plan het er dan omheen. Of zorg in ieder geval dat je vervolgens weer tijd hebt om op te laden. Dus ja, je gaat even die prestatie aan, maar daarna gun je jezelf ook echt weer even relaxtijd om op te laden. Maar er zijn ook vrouwen die juist tijdens hun ongesteldheid het beste presteren. Dus in dat geval is het ook, luister heel goed naar jouw lijf. En kijk wat jij aan kan in die periode. Tip 2. Vraag je lijf om hulp. Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar Arianne zegt, probeer het maar eens. Geef je lijf als het ware een pep talk en zeg, kom op, we kunnen het. We gaan dit gewoon doen. Hou de boel desnoods nog even binnen. Kom op, je kan het. En go. De 3e tip is, kleed je warm, maar slik ook magnesium. Want magnesium helpt om je spieren te ontspannen en ook je zenuwstelsel. Dat gebruik je ook meer tijdens je ongesteldheid. Dus zorg dat je dat extra neemt. Je kan ook goede vinden bij een goede drogisterij. Dus laat je daar even over informeren. Bonus tip. Misschien ben jij in de overgang. Nog zo'n leuk topic waar we het nooit over hebben met z'n allen. Pas had een van mijn klanten had er last van opvliegers. En ze vertelde, nou, het is net alsof je even koorts hebt. Zo warm heb je. Dus echt helemaal... dat je echt bevangen bent door de hitte en het gutst van het zweet. Wat moet je dan doen? Want dan voel je, je natuurlijk ook mega ongemakkelijk. Maar in dat geval is het advies van Arianne, deel het. Hè? Deel het gewoon, maak er een grapje over. Dan, als je het deelt, dan begrijpen mensen het ook veel meer. En dan voel je ook minder ongemakkelijk. Dan is de schaamte eraf. Oké, dus weet in ieder geval, natuurlijk ben je niet de enige die dit meemaakt. En je kan het aan... als je wil. En je kan natuurlijk ook lekker op de bank gaan liggen onder een dekentje. Ik ben heel benieuwd hoe je het vindt dat ik dit filmpje heb gemaakt. Voel jij je er ongemakkelijk bij? Heb je er iets aan gehad? Ik kan wel wat reacties gebruiken, want ik vind het zelf ook spannend om dit te delen. Dus laat het me weten. En wil je meer weten over presenteren in het algemeen, alle 30 of 31 dagen van de maand, kijk dan even op evabrouwer.tv. Want daar heb ik hele coole gratis presentatietips voor je. Tot de volgende Pak Je Podium TV!